De staat moet niet de naam gaan dragen dat zij geen voortvluchtige verdachte opspoort. Dit stelde justitieminister Kenneth Amoksi tegenover journalisten voor de vergadering van de ministerraad. De bewindsman ging in op vragen over de plaatsing van ex-legerleider Desi Bouterse op de opsporingslijst van Interpol. Natuurlijk, u vraagt het. Het is wat we willen. We willen als regering, als ministerie van Justitie en Politie, willen we niet dat we eigenlijk in ons hemd worden geplaatst. Dat die en geen voortvluchtig zijn en dat we geen activiteiten, geen initiatieven ondernemen om ze op te sporen en aan te houden. Dus niet zo lang terug heb ik, waarschijnlijk 3 weken terug, zo heb ik een brief geschreven naar de PG om informatie op te vragen over de vorderingen van de opsporing van deze personen. En inderdaad heeft ze me ook geantwoord naar initiatieven die ontplooit worden. De minister zegt dat hij nog geen inzage heeft gehad in het verzoek van het Openbaar Ministerie ten aanzien van een internationale opsporing. Hij weet dan nog niet onder welke condities Bouterse onder de rode lijst van de Interpol is geplaatst. De rode lijst van Interpol is een wereldwijde lijst van gezochte personen.